Yo mensen, tof dat we kijken deze video. Mijn naam is Wesley van FIFABoy1999. We hebben vandaag weer de nieuwe Final Care Mode. En ja, er ging gisteren iets fout in de opnames. Ik dacht dat het gisteren woensdag was. Maar het is was gisteren donderdag. Toen kom dat ik zelf vakantie heb en dan ben ik de dagen een beetje kwijt van ja, wanneer welke video moet. Dus ik was iets te lang doorgegaan met de Final Care Mode. Maar dat maakt zich niet uit. Dus vandaag is weer de Final Care Mode en morgen de Liverpool carrière mode en dan zondag geen carrière mode, maar de vlog van de Feyenoord open dag. Dat gaan jullie zondag dus zien. Dan ook vandaag komt er een video online, een GTA 5 race tegen kijkers. En de eerste kijker waarvan de GTA race is, is tegen Power Wifi. Ja, dat gaan jullie allemaal zien. Ik ga er niet veel voor zeggen nog nu, dus jullie zien dat vanavond in de GTA race video. Maar eerst maar vandaag gewoon de Feyenoord Carrière Mode. En het begint al na 13 minuten. Dat was 13 minuten als wij de kans krijgen. Met Toorn staan, maar die schiet de bal naast. De corner is wel voor Feyenoord. In de 13e minuut krijgen we de corner. Jens Toorn staat achter de bal. Berghuis geeft hem voor richting Botteguin. En de bal naar de grond gekopt. Maar achter het doel. En is het een doeltrap voor Emmen. Zit ondertussen in de 23e minuut. Als Meijer, een jeugdspeler, de debuut mag maken. Zoals velen deze wedstrijd hun debuut mogen maken. Dat zien jullie ook aan de titel. Jeugd maakt hun debuut. Hier een overtreding, dus een vrije trap voor ons. Ze kunnen hier goed uit. Het kan hier goed uitpakken misschien. Met Berghuis achter de bal. Gaat de bal voorgeven. Iets te hard, maar toch de bal nog voor Jurgensen, sorry. Maar die krijgt hem ook helaas niet in de 16e minuut. Het was Tegelenkamp nu de bal uittrappen. Toornstra en Sinisterra. Hij mocht starten in de plaats van Narsing. Geeft hem op Berghuis. Berghuis schiet hem bijna erin. Maar de bal gaat net langs het doel van Tegelenkamp. Telgekamp. Hoe je het ook al zeggen. De bal gaat er niet in. Zit in de 37e minuut. Meijer krijgt de bal goed hier bij Nieuwkoop. Die nu op de rechts, op de linksachterpositie staat. Omdat Verdonk rode kaart heeft gepakt. En Malatia geblesseerd is. Dus er is geen linksachter bij Feyenoord. Ayoub. Ayoub schiet kans. Ayoub voor de kant en het is 1-0 voor Feyenoord. Yassine Ayoub maakt de goal. Feyenoord had op een voorsprong hier in Emmen. Dat doet het dus goed, want Yassine Ayoub maakt hier toch al zijn tweede goal in de Eredivisie. En zit ondertussen aan de tweede helft in de 50e minuut. Als Toorn zet de bal terug, krijgt Jurgensen. Meijer geen buitenspel, wel buitenspel. Jeugdspeler stond buitenspel en dat is deze aanval gaat dus niet door. Tweede helft is voor Emmen. Botteguin, goed. Jurgensen bouwt hij de bal. Ja, goed terug op Toornstra. Toornstra, Sinisterra. Net niet. Toch de bal nog steeds voor Emmen nu. En de bal gaat voor Emmen nu in de aanval. Jansen. Onderschrijving Feyenoord weer. Jurgensen. Jurgensen moet hem nu geven op Steven Berghuis. Berghuis, Toornstra. Toornstra, wacht even. Jurgensen. En de bal net naast. Komt Van den Bosch erin voor Nieuwkoop. Ook weer een speler die zijn debuut mag maken. Uit de jeugdopleiding van Feyenoord van den Bosch. En nu dus op een linksachterpositie. Waar hij eigenlijk linksachter is. Ja, andersom. Hij staat op linksachterpositie terwijl hij eigenlijk rechtsachter is. En deze kans gaat voorbij aan het doel van Tegelenkamp. En dan komt er nog een wissel aan. Hansson gaat in het veld komen voor Steven Berghuis. Emil Hansson dus nu binnen de lijnen. Bij Feyenoord. Zit dan nu in de 70e minuut. Als Feyenoord de aanval weer gaat zoeken. Probeerde tenminste. Maar Emme heeft de bal. Kan het hier Veendorp. Feyenoord moet druk zetten. Jurgensen doet dat. Ten Justen. Nee, Bijlo. Nee, Mas. Nee, Menzes. Ook een jeugddoelman die deze wedstrijd mag spelen. Ja, we gaven veel mensen de kans. Veel jeugdspelers gaven wij de kans om te kijken wat ze kunnen. Dus ook deze jeugddoelman. Die goed bezig is in de, op de training. En ook in het Feyenoord, in het jeugd van Feyenoord is hij goed bezig. Dus daar kunnen we nog wel veel van verwachten natuurlijk. Meijer. Meijer. Kappen en voorgeven. Meijer, Sinisterra, Toornstra. En de bal weg. De bal nu weer. Bal van Feyenoord. Nu in de 85e minuut. Als Sinisterra de bal krijgt. Sinisterra krijgt de bal van Jurgensen. Kan de kans kopen. Kappen en voorgeven. Sinisterra. Komt er de 2-0. Kopbal niet goed. Emme heeft de bal. Ik ben benieuwd hoe lang Emme de bal heeft. Het zou 1-0 kunnen blijven deze wedstrijd. En dan zou het een magere overwinning worden voor Feyenoord. Maar toch een overwinning. En dat is het belangrijkste. Want de volgende wedstrijd is thuis in de Kuip tegen Fortuna Sittard.
Ik zag wel trouwens dat, even een nieuwtje tussendoor, dat PSV samenwerkt met EA, dus FIFA. Dus ik denk dat het FIFA-stadion in FIFA komt, heb ik zo'n idee van. Ik zag het voorbij komen op Facebook, ik weet niet of het zo is. Ik hoop dat de Kuip ook in FIFA zou kunnen komen, in FIFA 20. We gaan het allemaal zien natuurlijk. In ieder geval is deze wedstrijd afgelopen en spelen we en winnen we die met 1-0. Bondscoaches, dat weet ik niet of dat gaat doen. Ligt eraan welke ploegen er komen. Nederland zelf hebben het natuurlijk al gedaan, dus dat zou niet zo snel gebeuren. En dat is tegen Fortuna Sittard. Gaan we ook een beetje aanpassen qua spelers. Want ja, we hebben ook hierna de KNVB-bekerwedstrijd. Die zien jullie maandag. Want ja, zondag is de vlog van de Feyenoord open dag. Die zien jullie. Even kijken. Even een paar aanpassingetjes maken. Van der Heijden gaan we in de. Even kijken, die jeugdspeler nemen we mee. Smits nemen we mee. Kelly doen we ook meenemen. Nee, Werman nemen we mee. En zit de opstelling tegen Fortuna Sittard. Dan gaan we kijken wat gaat worden. Fortuna krijgt in ieder geval de eerste aanval van de wedstrijd na 5 minuten. Zitten wij er goed tussen met Ayoub. Ayoub nu in de aanval. Nu Feyenoord. Nassing. Luciano Nassing. Nassing geeft hem. Jurgensen. En de bal te zacht voor Sam Larsson. Want de bal is weer. Voor Fortuna. En Fortuna die gaat eruit komen. Lamprou. Pinto. Een ontschepping van Nassing. Toch weer de bal voor Fortuna met de ingooi aan de kant van Feyenoord. Bal voorgegeven. Semedo weggekopt hier. Bal nog steeds voor Fortuna. Gevaarlijk. Feyenoord moet de druk zien te houden hier. Ging even daar iets fout. En de redding van Justin Bijlo. Deed het goed. Kwartier gespeeld. Als hier de bal komt voor Jurgensen. De voeten van Jurgensen. Komt hier de 1-0. Jurgensen. Nee, de redding van de doelman. Had Feyenoord hier op een 1-0 voorsprong moeten staan. Maar hij krijgt de bal er niet in. Yassine Ayoub nu. Met de bal voor. Sint-Just de omhaal. Maar die krijgt er dan ook niet in. Zo is dat twee keer Feyenoord er dichtbij. Voor de 1-0. Maar twee keer gaat de bal er niet in. En is het nu de doeltrap voor Fortuna. Maar Feyenoord de bal weer gelijk uit heeft. Jurgensen. Berghuis. Larsson. Ja, en dan krijgt hij Jurgensen de bal. Jurgensen met de schietkans de bal net over. Had het zomaar al 1-0 kunnen zijn voor Feyenoord. Nu komt Fortuna eruit, zit dan de tweede helft. 47e minuut, nog steeds gelijk. Nog steeds 0-0 hier. In de Kuip. Als Feyenoord tegen Fortuna speelt in de 48e minuut. Maar Fortuna toch de bovenliggende partij is in deze tweede helft. Feyenoord moet achteruit. Gaat er een kans komen voor de schot? Het is 1-0 voor Fortuna. Feyenoord zit achter. En moeten wij de achterstand omzetten naar een gelijk spel nu? Komt er gelijk naar de goal van Fortuna een kans voor Feyenoord? Meestal wel hier. Jurgensen met Nassing. Luciano Nassing, hij dan voor Feyenoord. Toornstra. Sam Larsson. Larsson krijgt er bij Berghuis. Berghuis en het is 1-1. Feyenoord zit op gelijke hoogte. Steven Berghuis, de aanvoerder van Feyenoord, maakt de gelijkmaker. Een belangrijke gelijkmaker. Want Feyenoord zorgt hiervoor dat ze op gelijke hoogte komen met Fortuna. Zit ondertussen de 78e minuut. Kan het mooi worden voor Feyenoord? Kan het tevoorschijn worden? Hier niet, want de bal komt niet bij Jurgensen. Of Larsson, sorry. De bal met de doeltrap voor Fortuna. Niet voor lang, want Feyenoord heeft de bal weer gelijk daarna. Sam Larsson, 81e minuut. Geven op Nassing. Dat gebeurt. Nassing met het schot en het is 2-1 voor Feyenoord. Luciano Nassing maakt de goal. En Feyenoord zit op een 2-1 voorsprong tegen Fortuna Sittard. Dat doet dus goed. Komt Sinisterra erin voor Nassing. Dat betekent ook dat Nassing naar het veld uitgaat en Sinisterra erin komt. Nassing weer een goal wist te maken deze wedstrijd. En Fortuna die nu dus op een achterstand staat. Na een voorsprong, nu een 2-1 achterstand. Feyenoord staat voor met 2-1. Bal nog een keer voorgegeven, bijna 3-1. Die komt er hier ook nog. Larsson tikt de bal binnen. En dan is het Sam Larsson. Samba Larsson die in de 84e minuut Feyenoord op een 3-1 voorsprong zet in de Kuip in Rotterdam. Nou, hier gaat Wermen nog een beetje een hoogstandje houden. Krijgt hem toch nog bij Larsson. Larsson komt niet langs de Fortuna-verdediging. Dan zitten we in extra tijd hier. Als de wedstrijd dacht eindigen in 3-1. Maar komt er nog de 4-1 van Jurgensen. Nou, worden de Feyenoord supporters ook getrakteerd op een late goal. En de 4-1 in deze wedstrijd. Wat niet leek te gebeuren. Want Feyenoord kwam op een verlies met 1-0. Maar daarna wist Berghuis de 1-1 te maken. Nassing en Larsson. En
Jurgensen wist de goals te maken. En dat betekent dat Feyenoord wint met 4-1 van Fortuna Sittard. Doet het dus goed. Hier een paar jeugdspelers die hebben zien debuteren. Maar dus maandag weer de Feyenoord-kern. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Druk op het duimpje omhoog. En dan zeg ik zoals altijd en zoals nu. Later.